Hallo lieve mensen, welkom weer bij een nieuw filmpje. Ik heb dit keer een chocoladetest voor chocoladeletters. En ik heb ze onder andere gehaald bij de HEMA, bij de Plus of bij de Aldi. Ik denk dat dit de Aldi is. Deze is van de Lidl. Deze is van Albert Heijn. Oh, deze is van Plus. En uiteraard de Jumbo. Ik moet zeggen, de chocoladen zijn niet allemaal even groot. Om de een of andere reden is dat gewoon zo. Ik had ze liever allemaal even groot gehad. Dan kun je in ieder geval een goede beoordeling doen. Ik zal ook zeggen wat de dingen kosten. En welke uiteraard de lekkerste is, want daar gaat het eigenlijk om, de lekkerste. Dan gaan we nu maar eens starten met die van de HEMA. Dat is de kleinste letter. Ik heb gezocht nog voor een grotere variant, maar dan krijg je met hazelnoot en witte chocolade en dat soort dergelijke dingen. En ik wil gewoon puur melk chocolade proeven. Dus deze is 90 gram, die van de HEMA. En normaal gesproken zie ik een prijs staan, maar dat zie ik nou toevallig niet. Die was 1,25. 1,25 euro. Vind ik best duur voor een kleine chocolade van 90 gram. Maar goed, misschien smaakt je wel een stuk beter, dat weten we niet. We hebben niet gekeken naar welke letter we zouden pakken, want we hebben gewoon maar een letter gepakt. Zo, mijn kat is ook aan het mouwen, hij is het denk ik nog niet helemaal mee eens. Ah, de F van Ferdinand, ja, die staat er ook op ook. Dat was niet echt heel slim. Bij het proeven heb ik ook een glaasje melk en een glaasje water. De melk neutraliseert de chocola en de water neutraliseert de melk. Zodat het de proef wel zo eerlijk mogelijk gaat. Nou, we gaan eens proberen bij de... Zo. Je moet er best wel wat kracht voor hebben. Hij is best wel dik, vind ik. Voor een chocoladeletter. Maar, zo. We gaan eens kijken. Hij is op zich wel een beetje zoetig, dat wel, dat moet ook. Hij is niet overdreven zoet, dat dan weer ook weer niet. Hij is best hard, dat moet ik wel bij zeggen. Ik bedoel, ik heb chocoladeletters gehad, die waren een stuk zachter, die kon je ook makkelijk bijten. Op zich smaakt hij wel, maar ik vind hem best wel duur. Voor een 90 gram chocoladeletter, waar je dan 1,25 euro voor betaalt. Als je hem wil, hij is gewoon bij de HEMA te verkrijgen. Ze hebben dan natuurlijk nog meer letters, zoals witte chocola, hazelnoot, puur. En gaan ze nog maar een half uurtje door. Goed, nou eerst eventjes de chocola smaak uit mijn mond halen. Want anders proef ik die chocola van de HEMA, die proef ik dan weer met een andere letter. En ja, dat smaakt niet echt. Dan gaan we naar de van de Albert Heijn. En deze kost 1,39. Staat hierop. Het is hier een heel klein beetje donker. Dan moet ik er wel bij zeggen. Ik weet niet hoeveel gram erin zit. Ik denk 125 gram. Want die andere zijn groter. Dus ik denk dat het 125 gram is. Dat erin zit. Voor 1,39 euro. Nou ja. Okay. We gaan eens kijken.
Wij doen geen merken, wij doen alleen eigen merk. Want anders is het niet, niet echt eerlijk om te vergelijken. Nou, het is een letter B. Nou ja, het was een letter B, laat ik het zo zeggen dan. En ja, dat gaat mij niet lukken. Ik wou hier nog een stukje van afbreken. Dat, ja, het gaat wel. Je kan hem wel in het midden breken. Dat is het probleem niet. Maar je kan hem niet een klein stukje eraf breken. Dat is mij nog nooit gelukt. Deze van Albert Heijn is een stuk zachter. Zit 135 in. Oh. Ik kreeg net de informatie even te horen dat er 135 gram in zit. Hij is lekker, hij is, je proeft ook echt de chocola. Dat moet ik echt zeggen. Hij is heerlijk. Om het maar even zo te zeggen. Oh, en even om dingen te voorkomen. Ik word niet gesponsord door geen ene winkel. Of door geen één bedrijf. Ik ben geen influencer. Ik ben gewoon, ik maak een vlogje. En op dat vlogje geef ik mijn mening daarop. Ik word er dus niet voor betaald. Het is ook geen reclame. Maar deze even, dat moest ik eventjes zeggen. Ik vind dat hoort erbij. Maar deze is erg lekker. Hij is romig zelfs. Dat had ik sowieso al niet verwacht van die van de Albert Heijn. Maar hij is lekker romig. Ja, meer kun je eigenlijk niet zeggen. Hij is niet echt overdreven zoet. Dat moet ik er even bij zeggen. Want ik heb ook wel eens letters gehad. Nou, dan had ik liever gekozen voor de klap in mijn gezicht. Want die pijn die gaat sneller weg als die zoetigheid in mijn mond. Maar goed, dat even terzijde. Nou, dan gaan we naar de volgende letter. Die was van de... Even kijken, van de... Welke was deze ook weer? Ik moet even aan mijn dochter vragen, want niet overal staat namelijk... Aldi. Oh, deze is van Aldi. De D van Aldi. Ja, oké, okay, dat klopt niet helemaal, maar goed. Er zit ook 135 in. Er zit ook 135 in. Daar betaal je voor 1,29 euro. En nou eens kijken hoe lekker die is. Als je hem open krijgt. Dat is ook nog maar de vraag. Dan zul je denken, wat ga je met al die letters doen die nou open zijn? Wow, die geef ik hier in de flat. Dus nou, het is een mooie D geworden. Ja. Ja, ik zou je toch een beetje kapot moeten maken, want... Zo. Oké. Okay. Hij brak niet echt lekker, maar... Deze is wel hard. Dat kan ik je nu al zeggen. Hij neigt een beetje naar puur te gaan. Ik heb het idee dat hier heel weinig suiker in zit. Dat is voor suikerpatiënten natuurlijk ideaal. Zoals ik. Maar hij neigt heel veel echt. Als je zou zeggen het is puur, dan zou je het ook bijna geloven. Maar op zich is hij wel lekker. Hij is niet romig. Maar wel lekker. En dan gaan we de volgende even doen. We hebben er nog drie lettertjes. Maar voor suikerpatiënten is die wel goed. Vind ik hem beter dan... Je suiker zal er niet echt snel van omhoog schieten. Tenzij er heel veel calorieën in zitten. Maar dat weet ik niet, want ik heb de achterkant niet gelezen. Dus, maar goed, we gaan naar de volgende. Die is van de Lidl.
of Lidl, ik weet niet hoe het uitspreekt, ik zeg altijd Lidl. Die kost ook €1,29. En deze is 135 gram. Kijk, daar staat er mooi duidelijk op. Zelfs ik als blinde kip kan het lezen. Dus, maar goed. We gaan eens kijken hoe deze smaakt. Ah, de thee. Ik hoef maar een klein stukje te hebben van de thee. Ook deze is erg hard. Nog moet ik toegeven. Hij is echt heel hard. Maar ja, voor kinderen zal het niet zo heel erg veel uitmaken. Als je maar zoet smaakt. Nou, geloof me. Als mijn suiker nou te laag zou zijn, dan is hij nou te hoog. Deze is erg zoet. Heel erg zoet. Moet ik zeggen. Hier zijn ze echt de suiker niet van vergeten. In ieder geval. Ja, dat is het enige wat ik over kan zeggen. Hij is hard en hij is best wel zoet. En ja, dat is gewoon niet lekker. Nou. Dan gaan we naar de plus. Daar betaal je ook €1,39 voor een letter van 135 gram. Ah, deze is ook al gebroken. Scheelt, hoef ik dadelijk mijn kracht niet te gebruiken om hem te breken. Ja? Ah, hier heb ik de ene helft, daar de andere helft. En als het goed is, nog een helft. Oké. Okay. Nou, eens kijken. Nou, zoals jullie gezien hebben. Dus de hardste die ik tot nu toe gehad heb. Maar even buitenom de hardheid. Hij is wel lekker. Hij is echt lekker. Ik bedoel, deze is dan van Plus. Ja, Plus zit hier bij ons best wel een eind vandaan. Ik heb best wel hele stukken moeten rijden om bij al die winkels te komen, maar ik doe het graag. En deze kan er echt wel mee door. Dat is een heerlijke letter, niks mis mee. Hij is een klein beetje zoet. Daar hou ik wel van. Ik hou van chocola die maar een klein beetje zoet is en niet te zoet is. Want het is A, niet goed voor je. Je wordt er dan echt ontzettend dik van suiker. En voor suikerpatiënten is het ook niet fijn. Want ja, hun willen toch ook Sinterklaas vieren. Hè? En dan kun je zeggen, ja, voor suikerpatiënten kun je dan pure chocola geven. Maar ja, dat is ook wel lekker puur. Maar ik vind dat een suikerpatiënt ook recht heeft op, als je dat lekker vindt, op een melkchocola. En dan zou ik deze echt van harte aanbevelen. Het is een, hij komt van de Plus af. En er was er nog eentje net, die was ook lekker. En die was ook minder zoet, dan was die van de Albert Heijn. Maar deze was best goed, goed te eten wil ik niet zeggen, dat is het verkeerde woord. Maar hij is best wel hard. En als je een beetje slechte tanden hebt, ja, dan kun je wel eens tegen een probleempje aanlopen. En dan gaan we naar de laatste letter. En die is van de Jumbo. En ook deze kostte €1,99. Oh, correctie. Hij kost €1,99. Het is de duurste letter van onze test.
En ik, ja, eigenlijk best wel jammer waarom die zo duur is. Ik hoop dat die dan in ieder geval wel een stuk beter zal smaken. Maar zit 160 gram in. Oké, 160 gram zit erin, hoor ik hier. Het is de J ook nog van de Jumbo. Wat wil je nog meer? Hij is wel lekker dik. Dat moet ik toegeven. Je krijgt best wel veel chocola. Je krijgt best wel veel chocola voor €1,99. Dat moet ik er wel even bij zeggen. En heel hard. Zoals ik al zei. Kinderen zullen het er niet zo moeite mee hebben, maar wat oudere mensen van mijn generatie zullen er waarschijnlijk iets meer moeite mee hebben. Romig? Nee. Maar zoet is hij ook niet echt. Hij wijkt niet af naar de puur, dat deed die andere wel. Maar mijn keuze is eigenlijk al zo goed als gemaakt. Ik heb twee letters eigenlijk waarvan ik zeg, die zijn, ja, die zijn gewoon echt lekker. Dat is die van de Plus en die van Albert Heijn. Ze zijn niet duur, allebei niet, want ze kosten geloof ik allebei zo rond de 1,39. Als ik het goed heb. En je krijgt er een heerlijke letter voor terug. Albert Heijn vind ik zelfs nog ietsjes lekkerder, omdat hij een beetje dat romige smaakje heeft. Maar dat zijn voor mij de twee winnaars. Echt waar. Plus en Albert Heijn. Normaal gesproken maak ik geen reclame, maar ja, ik kan moeilijk zeggen. Maar ik kan niet omschrijven waar de letter dan vandaan komt. Dus ik moet nou wel eventjes de namen noemen, anders weten jullie ook niet waar ik het gekocht heb. Maar in ieder geval, dit heb ik allemaal gekocht. Nou ja, voor de fans. Het was echt heel erg lekker. Ik hoop dat we elkaar weer zien bij een volgend nieuw filmpje. Tot ziens.